Dit is Tiele Heide, het slagveld van Tiele Heide, waar in het jaar 1597 op een koude, natte winterdag een veldslag is uitgevochten tussen het Spaanse leger onder leiding van graaf Varax en het Nederlandse leger onder leiding van Maurits van Nassau, prins van Oranje. Ik kwam hier om mijn tentoonstelling Manen en Laarzen in het Taxandermuseum voor te bereiden. De hoeveelste keer ondertussen, ik ben de tel kwijt. Ik ben hier talrijke keren gekomen. Het is een vorm van onderzoek. Ik wandel en ik teken. Ik wandel eigenlijk om te kunnen tekenen en ik teken dan om nadien met meer verdieping en meer inzicht te kunnen gaan wandelen op diezelfde terreinen. De maan voor mij symboliseert het bovennatuurlijke, het niet zichtbare, zeg maar allerlei mogelijke hemelse inmengingen in dit soort van veldslagen. De laars symboliseert dan het aardse, de bloedige realiteit van de veldslag zelf. Primo Levi schrijft dat in oorlogstijd en met name op het moment dat hij op de vlucht is, dat twee zaken heel belangrijk zijn. Schoenen en eten. En schoenen zijn belangrijker dan eten, want met schoenen kun je eten gaan zoeken en niet omgekeerd.